Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgesteld op 18 november. Ja, na de storm van afgelopen nacht krijgen we vanavond opnieuw met veel wind te maken. Het wordt een stormachtige wind, met name langs de kust. En ook kunnen er weer flinke windstoten voor gaan komen tot zo'n 100 km per uur. Het heeft allemaal te maken met een front dat gaat passeren. Op de weerkaart zien we dat front vanmiddag nog terug boven Groot-Brittannië. Maar dat front dat trekt naar het oosten toe en gaat vanavond en vannacht passeren en zorgt voor flink wat buien, mogelijk ook met onweer, met name in het noorden. En zoals gezegd, de wind die gaat weer flink toenemen. Boven land komt er een vrij krachtige tot krachtige wind te staan. Langs de kust is de wind hard tot stormachtig, met in het Waddengebied ook mogelijk windstoten van zo'n 100 km per uur. Het is nog steeds wel zacht, we zitten nog steeds in de zachte lucht. De temperatuur ligt tussen de 12 en 13 graden vanavond. Zoals gezegd, veel wind vanuit het zuidwesten. En ook vannacht blijft het nog stevig doorwaaien. De temperaturen dalen naar zo'n 10 tot 11 graden. En dan morgenochtend dan neemt de wind geleidelijk aan af. Vannacht vallen er nog een paar buien. Later vannacht dan wordt het toch wel op veel plaatsen droog. Morgen krijgen we een beetje een tweedeling in het land. In het zuiden van het land gaat het flink regenen. Zoals er nu naar uitziet, is dat met name ten zuiden van de grote rivieren. In de middag moet dat gaan gebeuren. En ook in de avond regelt het dan stevig door en lokaal kan veel water vallen. In het noorden valt er een enkele bui en is er zelfs af en toe wat ruimte voor de zon. Er staat afhankelijk nog een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten, maar die wind die neemt wel in de loop van de dag iets af. En ook morgen is het nog zacht met 12 tot 13 graden. Maar dat gaat veranderen, want het wordt duidelijk kouder. Op vrijdag merken we dat al temperatuur maximaal tussen de 9 en de 11 graden. Er vallen een paar buien, vooral in de middag en er staat een meest matige wind uit westelijke richtingen. Op zaterdag wordt het nog een stuk kouder. Dan is het gewoon te koud voor de tijd van het jaar. Met middagtemperaturen van zo'n 5 tot 6 graden. Ook waait het stevig door vanuit het westen of noordwesten. Er vallen een aantal buien en omdat de bovenlucht ook al vrij koud is... zit daar misschien wel wat natte sneeuw tussen. De grootste kans maakt het oost- en zuidoosten van het land. Ook zondag lage maximumtemperaturen, zo rond de 5 à 6 graden... en ook dan nog kans op een enkele natte sneeuwbui. Ook de nachttemperaturen die gaan naar beneden en we moeten er rekening mee houden. Dat het gaat vriezen zaterdag op zondag. Zou dat misschien al kunnen? Zondag op maandag is dat vrij zeker. Maandag zelf is ook nog een vrij koude dag. Maar na maandag gaat de temperatuur weer iets omhoog. En dan komen we uit op zo'n 7 à 8 graden. En dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.